Mijn naam is Chris. Ik ben getrouwd met Frida. We zijn pleegouders. Onze passie is het welzijn van kwetsbare kinderen. En een belangrijk deel van onze passie ligt bij pleegzorg en gezinshuizen hier op Curaçao. Samen zijn we sinds maart 2002 verantwoordelijk voor het gezinshuis Cas Eliata en de kinderclub Gideon Club Timucha. In de 18 jaar dat we hier op Curaçao pleegouder zijn, hebben we gezien dat, hoewel pleegzorg ingebakken is binnen de Curaçaose cultuur, het maar niet van de grond komt. De pleegouders gaan, in samenwerking met al de betrokkenen uit de pleegzorgketen, een initiatief ontwikkelen. Het doel van dit initiatief is heel eenvoudig te omschrijven. Kinderen die niet kunnen opgroeien binnen een veilig en liefdevol gezin, een thuis geven. Ons startpunt is niet een organisatie, niet het denken vanuit mogelijkheden en onmogelijkheden. Ons startpunt is het kind. In elke samenleving zijn kinderen een kwetsbare groep waar speciale aandacht voor nodig is. Alle kinderen verdienen het om kansen en mogelijkheden te krijgen om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die stevig in de samenleving staan en goed voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Het is belangrijk om bij elk kind te kijken wat er nodig is. Een stabiele en een gezonde thuissituatie is een basisbehoefte. Of zoals de rechter van het kind het formuleert, kinderen hebben het recht om op te groeien in een familie en verzorgd te worden door hun ouders. Maar door ziekte, overlijden, armoede of andere omstandigheden lukt dat niet altijd. Op Curaçao wordt er meestal een oplossing gezocht in de directe omgeving van kinderen, bijvoorbeeld bij familie. Of de kinderen worden in een internaat geplaatst. In internaten wordt uiteraard zorg geboden, maar het lukt vaak niet voldoende om echt individuele aandacht aan kinderen te geven. Op andere plekken in de wereld is al sinds enkele jaren een beweging in gang gezet om gezinnen met problemen ondersteuning te bieden, zodat kinderen toch thuis kunnen blijven wonen of kinderen in alternatieve gezinssituaties op te vangen, zoals bijvoorbeeld pleeggezinnen. Fundación Gideon onderkent deze visie en heeft zelf ook jarenlang als gezinshuis en pleeggezin geopereerd.